We staan vandaag in Hillegom, in het centrum, bij het oude pand van Raamsveld. Een pand wat leeg stond in Hillegom. En van daaruit is de gedachte ontstaan om juist met de feestdagen de straat toch wat een beetje meer leven te geven. En dat was best wel lastig, omdat het was vrij kort dag. Maar we hebben dus allerlei kunstenaars en exposanten van treinen en dat soort mensen weten te interesseren hiervoor. En ze zijn toch in grote getale opkomen dagen. Hillegom best wel wat meer leven kan gebruiken. We proberen daar ook met een aantal mensen invulling aan te geven. En dit is een voorbeeld daarvan. Het is ook ontstaan uit een beurs die in september is gehouden in de Vossen. De eerste keer dat er weer een modeltreinbeurs is geweest. En van daaruit dachten we misschien dat we het ook in het centrum een keer kunnen proberen. En daar is dit het resultaat van. Opzet is niet om hier veel te verkopen, maar wel om meer leven in het centrum te brengen. Tot 4 januari proberen we hier te staan. En met name de eerste week van januari ook de sportverenigingen te interesseren. Om hier zich te presenteren. Met name mensen met goede voornemens in het nieuwe jaar. Toch bij die sportverenigingen te krijgen. Dat is eigenlijk een beetje het idee erachter.